Waterking is internationaal een totaalaanbieder van materieel voor de baggerwerken in de binnenlanden. Naast het ontwikkelen, bouwen, verkopen en verhuren voeren wij ook natuurherstelprojecten uit. Het leuke is dat wij nu beginnen te merken dat klanten vragen om een waterking. Ze zeggen van, we willen nu een echte waterking kopen. Dat je merkt dat als het ware het merknaam een productnaam is geworden. Met Waterking komen wij op veel plekken in de wereld. We zien door de klimaatverandering, het watermanagement, dat er veel wateroverlast ontstaat. Klanten schaffen equipment aan dat niet geschikt is voor de uitvoeringsmethode. Nieuwe machines staan weg te roesten aan de kant van de weg, hebben nog geen slag gewerkt. Daarin maken wij het verschil. Doordat wij als Waterking expertise en kennis in huis hebben vanuit knoop-baggerwerken, kunnen wij de klant adviseren in de uitvoeringsmethode en het aanschaffen van het juiste equipment. Qua organisatie kun je ons vergelijken met een orkest. Iedereen met zijn eigen expertise, toegevoegde waarde. Onze creatieve brein in ons bedrijf is Jacob Knoop. Waar wij stoppen met denken, gaat hij nog even door. We zijn trots op het feit dat wij binnen een vrij korte periode een speler zijn geworden op de internationale baggermarkt. En dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van de wereld. Drenthe is een mooi stukje Nederland. Tinardo ligt dicht aan de A28, bij de autobanen en niet te vergeten bij vliegveld Eelde. En we zijn Noorderlingen. We houden van de mentaliteit, de nuchterheid en de betrouwbaarheid. Het is super mooi om bij Waterking te werken. Je werkt met de prachtige amfibische graafmachines. Je maakt het hele proces mee. Je kan je kennis en kunde laten zien. Ah, het is echt een uitdagende baan. Ik ben projectleider voor onder andere natuurherstelprojecten. En in die functie zorg ik ervoor dat wij de opdrachten binnenkrijgen. Dus ik schrijf de plannen van aanpak voor de aanbesteding. Daarnaast zorg ik ervoor dat op het moment dat wij de opdracht krijgen, de uitvoering loopt conform het plan van wat we hebben neergelegd. Maar ook dat de kwaliteit die gevraagd wordt door de opdrachtgever gehaald wordt. Onze natuurherstelprojecten spelen zich eigenlijk altijd af in laagveenmoerassen, gebieden met een slecht draagkrachtige ondergrond. Het probleem daar is dat het rietland en de petgaten die verdwijnen als je niks doet. Dus er ontstaat dan bos en het gebied groeit eigenlijk dicht. Met ons specialistisch materieel zijn wij in staat om het beheer daar uit te voeren, om die openheid te behouden en de kwaliteit, dus de flora- en faunawaarde voor de opdrachtgever eigenlijk in stand te houden. De toekomst? We hopen in het eerste kwartaal van 2018 een samenwerkingspartner te hebben in India voor de productie en verkoop om van daaruit de Aziatische markt te kunnen bedienen.